Attentie, attentie, hier volgt een mededeling. Vanavond hebben zich na het verstrijken van de avondklok om 21 uur wederom rellen in het stadscentrum voorgedaan. De politie doet op gezag van de burgemeester een beroep op u. Heeft u getuigenissen, dan wel beeldmateriaal van de rijschoppers, meldt u zich bij de politie. Wij zorgen ervoor dat deze jeugdige delinquenten hard worden gestraft. Met een celstraf en een fors strafblad neemt u het recht niet in eigen hand, wij voltrekken uw wraak. Deze kinderen zullen hun straf niet ontlopen. Wij doen daarnaast een beroep op de ouders. Heeft u weet. Dat uw kinderen niet voor 21 uur thuis waren en verdenkt u hen van betrokkenheid bij de rellen, meldt u dat bij de politie. Wees u gerust, uw kinderen zullen hun straf niet ontlopen. Werkt u mee aan de veiligheid van de samenleving? Geeft uw eigen kinderen aan. Wij houden de samenleving veilig. Fake, 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 fake news, fake news, fake news. Media, 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 me, me, me. Media, media, media. Pro, pro, pro. Propaganda, propaganda, propaganda. Pro, pro, pro. Propaganda, propaganda, propaganda. Mani, mani. Manipulatie, manie, manie, manipulatie, manie, manie, manipulatie, media, 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 propaganda, propaganda, propaganda. Attentie, attentie, hier volgt een mededeling. U bevindt zich in de trein naar de nieuwe quarantaine faciliteit van de GGD. Tijdens deze reis zijn de volgende regels van kracht. U kunt tijdens het vervoer niet gaan staan of van plaats veranderen. Bedekt u de gehele reis uw mond en neus met een mondkapje en houdt u anderhalve meter afstand tot uw medepassagiers. De reis duurt ruim anderhalf uur. Uw begeleiders bevinden zich op de balkons tussen de rijtuigen. Zij houden toezicht op een ordelijk vervoer naar de quarantainefaciliteit. Wij zullen onderweg alleen nog stoppen in Zwolle voor extra besmette personen die quarantaine is opgelegd. Het is ten strengste verboden de trein al daar te verlaten. De minister van Volksgezondheid. Dames en heren, de regering heeft het OMT opdracht gegeven onderzoek te doen naar de uitdrukkingen in de Nederlandse taal die extra bijdragen aan de spreiding van het coronavirus. Het OMT is na consultatie van de commissie aanpassingen spreektaal gekomen met het volgende taaladvies. Allereerst wijst de commissie op het gevaar van de letter S. Het uitspreken van de letter S brengt meer virusdeeltjes in de atmosfeer. Het gebruik van meerdere S'en, als bij ST, vermenigvuldigt de kans van overdracht van het coronavirus. Zeer schadelijk is het zogenaamd slissend sissen, waarmee met consumptie wordt gesproken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er sprake is van een spreidingsmultiplier van 3,4. Ofwel, de kans op overdracht van het coronavirus is bij 3,4 keer hoger dan bij het gebruik van de letter M in M. Deze verhoogde uitstoot van mogelijk besmette coronavirusdeeltjes vormen een onacceptabele bedreiging voor uw gesprekspartner. Hij of zij kan door uw slordig gebruik van de taal het coronavirus oplopen en daarvan ernstig ziek worden. Of mogelijk zelfs sterven. Het gebruik van de dubbele S, dan wel de slissende S, zou worden verboden en vervangen door het gebruik van de letter M. Dus virussen wordt virumen. Het gebruik van de letter V. Geeft tevens een verhoogde uitstoot van virusdeeltjes. De regering heeft daarom, op advies van het OMT, besloten de letter V te vervangen door de letter G. Dus vuur wordt guur, vlam wordt glam. Virus was al vier rum en wordt nu dus gierum. Daarnaast zijn er metingen gedaan met de letter W gevolgd door een klinker en ook dat geeft een sterk verhoogde uitstoot van de mogelijk besmette aerosolen en daarmee de noodzaak tot verbod en aanpassing van de letter W. De regering heeft op advies van de commissie aanpassingen spreektaal besloten de W te vervangen door een M. Dus wakker wordt makker en woord wordt moord. Ofwel moord, moord, moord. Het is even wennen, ik spreek uit mennen, maar het is een klein offer om het corona onder controle te krijgen. Wij doen een beroep op de mamenleving om met name de kwetsbare groepen te ontzien. Het maakt de mamenleving veiliger, of zoals we vanaf nu zullen zeggen, geiliger. Wij begrijpen dat de bevolking moet wennen aan deze taalwijzigingen. De regering heeft daarom besloten tot een overgangsperiode van twee weken, waarin iedereen de tijd krijgt deze taalhervormingen te oefenen. Pas na twee weken, gerekend vanaf morgen, kan er een sanctie worden opgelegd voor het gebruik van de letter S, V en W in de genoemde combinaties. Wij willen daarin de taalkundig zwakke zoveel mogelijk ontzien. De boete zal daarom bij een vergissing beperkt worden tot 95 euro zonder strafblad. Echter het moedwillig en nadrukkelijk gebruiken van de letters S, V en W binnen anderhalve meter van een ander zou worden beoordeeld als een misdrijf. De handhaving wordt gedaan door onze helden van de veiligheid, pardon, geiligheid politie en BOA's, die hiervoor een spoedcursus, ofwel moedcurmum, zullen krijgen. Samen krijgen wij het coronavirus onder controle. Mamen krijgen wij het coronagierm onder controle. Alles voor de veiligheid. Pardon, allem voor de veiligheid. Dank u. Attentie, attentie. Wij arriveren in enkele minuten bij het station van de quarantaine faciliteit Westerbork. U wordt verzocht een, een voor een de trein te verlaten. Houdt u afstand van de aanwezige media. U zult daarna naar de GGD faciliteit worden begeleid, waarna u wordt ingeschreven. Een van de toezichthouders zal u daar naar uw cel brengen. U zult de komende dagen het grootste deel van uw tijd in uw cel doorbrengen. Er zijn vaste tijden voor het luchten en het gebruik van de maaltijden. U wordt voor tien dagen geïnterneerd, waarna afhankelijk van uw medische conditie wordt besloten over uw vrijlating. U bent hier niet vrijwillig, niettemin wensen wij u een draaglijk verblijf toe in quarantaine faciliteit.